Ja, blij. Blij dat de optie gelicht is natuurlijk. En natuurlijk blij met het vertrouwen vanuit de club. Dus ja, blij man. Hoe kijk je naar jouw eigen ontwikkeling het afgelopen jaar? Ja, prima man. Als ik kijk naar... Ja, ik wil eigenlijk kijken naar mijn ontwikkeling vanaf het moment dat ik hier binnen ben gekomen. En als ik dan kijk wat voor ontwikkeling ik heb gemaakt en dat ik nog elke dag stappen maak, dan ja, zie ik dat ik nog wel echt elke dag stappen maak. Ik ben sterker geworden, fysieker, tactisch beter. Ja, er zijn nog dingen die zeker beter kunnen, waar ik nog stappen in moet maken, zoals mijn rendement. Maar ja, afgelopen seizoen, dan, als je daarop terugkijkt, dan zie je wel echt dat ik daarin ook stappen heb gemaakt. En dat ik ook een aantal echt grote kansen heb gecreëerd. Het laatste half jaar vinden wij dat Mo in zijn ontwikkeling enorme stappen heeft gezet. Mo is altijd eigenlijk wel belangrijk geweest voor het team, omdat hij zijn taak eigenlijk altijd goed uitvoert. Je kan hem, zoals wij mooi zeggen, om een boodschap sturen. Bij Sparta uit bijvoorbeeld schakelde hij Haroui uit in opdracht van de trainerstaf en dat deed hij prima. Maar wat je de laatste periode vooral ook ziet is dat hij ook ja, wat meer rendement heeft gekregen in zijn 1-tegen-1 acties, voorzetten die gevaarlijk zijn. En ook betrokken is bij goals. En ja, dat is een hele mooie ontwikkeling waar we heel blij mee zijn. En ja, dat is ook wel de reden dat we hebben gezegd van ja, we willen Mo nog graag een jaar langer bij Groningen houden. En wie weet in de toekomst misschien nog wel langer. Ik probeer altijd gewoon mijn best te doen en hard te werken. Ik sta er ook meestal positief in. Ook wanneer ik een periode, net als afgelopen seizoen had ik een periode waarin ik niet speelde. En daar bleef ik gewoon het beste uit mezelf halen. En ik denk dat dat gewoon in me zit en dat zal denk ik altijd wel blijven. Dat heeft hij eigenlijk altijd al wel gedaan sinds hij bij Groningen is. Dat Mo is gewoon een hele goede professional. En wat je zegt, die is elke dag bezig om beter te worden en zich te ontwikkelen. En dat is ook wat we graag willen bij FC Groningen. En daar past hij uitstekend bij. Sterker nog, hij is ook wel enigszins een voortrekker in de manier waarop hij elke dag aan het werk is. Voel je je thuis bij FC Groningen? Ik voel me zeker thuis. Ik werd van Feyenoord verhuurd naar Willem II. En toen zei mijn broertje, had ik in een paar interviews gezegd van ik ben volwassener geworden. En toen zei hij van dat moet je niet in elke interview doen. Nou, ik kan zeggen dat ik hier volwassener ben geworden. Ik ben getrouwd hier. Ik heb een zoontje van 2 maanden. We voelen ons thuis. Dus ja, zeker man. Nu ben je ontzettend vastberaden denk ik om hier te slagen. Ja, wat zijn jouw doelen het komende jaar dat er nu bij komt? Ja, mijn doelen sowieso, als we kijken naar dit seizoen, ik denk dat we het goed doen. Afgelopen seizoen ja, doen we het goed en ik wil gewoon dit seizoen goed afsluiten en nog belangrijk zijn voor het team, de laatste fase van de competitie, want die is heel belangrijk.